gedirigeerd werd, niet door zijn vaste dirigent Eric Robinson, maar door de Duitse gastdirigent Willy Berking. Helaas had Dolf van der Linden dit jaar geen kans om Annie Palme te begeleiden. Het orkest van Eric Robinson krijgt ook nu weer een gastdirigent, namelijk Erwin Haletz uit Oostenrijk. Want nu komt de Oostenrijkse vertegenwoordigster uit Israël, Carmela Koren, die ontdekt werd door Ed Sullivan en die vier talen spreekt en er in zeven zingt. En nu gaat zingen, vielleicht geschieht ein Wunder. Misschien gebeurt er wel een wonder en als het niet gebeurt, nou ja, dan blijf ik alleen. Ik weet niet of u het er eens bent, dames en heren, maar ik vind het persoonlijk.